Het is de eerste literaire hangplek van Nederland, zo noemen we het graag. Het is een plek waar twintigers en dertigers samenkomen om te luisteren naar schrijvers uit de stal van uitgeverij Atlas Contact. En om bier te drinken. Het is een soort netwerkplek met schrijvers. Dat is een idiote belasting. Dat moet je als schrijver nooit doen en nooit willen. Om jezelf zo uit te leveren aan de media. Je moet je boek schrijven. En samen dansten ze door. En nu begon naast de gitaar ook de stemmen te huilen. Oh, oh, oh. En Anne kromde haar rug en haar t-shirt schoof omhoog. Ik zag de buik, Dirk zag haar buik. Wat ik leuk vind is dat ze proberen om van het geëikte voorleespad af te wijken. Nou moet ik heel eerlijk zeggen dat ik daar zelf niet van ben afgebreken vanavond. En voorlezen en een interview en muziek. Je ziet net de andere kant van het auteurschap. Bij ons ligt een nadruk sterk op het borrelen eigenlijk. Iedere schrijver wil communiceren met zijn lezer. En mensen willen dat ook op informelere en lossere manieren. Ik denk dat zo'n avond als Kalf laat zien dat samengaat. En dat literatuur zowel hoogdravend als pretentieus kan zijn, maar ook nog genuttigd kan worden bij het drinken van een bier. Ik sloeg ook de rusten, sloeg 4 of 5 keer voor elke noot die een halve maand duurde, maakte mijn eigen solo. Oh, oh, yeah, yeah, liefste Anne, laat me alsjeblieft niet alleen, yeah. En toen was het nummer afgelopen. Dankjewel.